Ik geloof niet dat jij deze video kunt liken met één hand voor je ogen. Sneller dan dat ik deze megakist open. En de tijd gaat nu in. Oh jongens. Ik moet naar boven. Ik ben er. Oh, yes. Woehoe! Ik heb 3000 gems verzameld in één keer. Mijn naam is DutchTuber. Diamantverzamelaar DutchTuber om precies te zijn. Of onverantwoordelijke, ik kan geen kant-en-klaar maaltijd in de magnetron stoppen zonder dat hij explodeert, DutchTuber, om heel precies te zijn. Vandaag ben ik weer helemaal back in business. Om weer een aantal nieuwe dingen voor jullie te gaan doen. En één van die dingen is eigenlijk vrij simpel. Zou je zeggen, want ik wil namelijk proberen om zoveel mogelijk nieuwe area's te unlocken. Wij hebben een wapen nodig. Dat wapen kunnen wij eigenlijk overal vinden. En daarom lijkt het mij vooral een verstandig idee dat wij maar gewoon hier beginnen met het zoeken van iemand wil ruilen. Wat wil iemand met mij ruilen? Ik ben heel erg benieuwd. Een Green Angel. Oké, weet je wat? Dan geef ik jou mijn Dark Birdie. Dit gaat hij natuurlijk nooit doen, want de Green Angel is super OP. De Phoenix. Oké, luister. De Phoenix is een van de zeldzaamste beesten in heel dit spel. Ik ga op accept drukken, ook al weet ik dat hij het nooit gaat doen. Je gaat het niet doen, hè? Het zou wel heel gaaf zijn. Dat is zeg maar het moment waarop je stiekem iets hoopt. Yo! Hij heeft mij de Dark Phoenix gegeven, man, bro. Dat is epic. Dat is meer dan epic. Dat is echt fantastisch. Ik weet eerlijk gezegd niet waarom hij dat heeft gedaan, maar... Oh, gosh. Ah, de Dark Phoenix, de Golden Phoenix. Ik heb hem de Dark Bird gegeven en in real daarvoor de Golden Phoenix Dance. Sorry, het Roblox-standje moet er soms nog even bij. Mijn naam is DutchTuber en wij proberen... In deze nieuwe video, in deze nieuwe aflevering van A Drilling Simulator, zoveel mogelijk nieuwe orsten. We hebben een Unique gevonden, yes! Unique is een van het aller... Eigenlijk is dat het allerzeldzaamste wat je op dit moment kunt vinden. En als het goed is, kan ik dus op dit moment ook wapens en pads vinden. Hoe vreemd dat misschien ook klinkt. Wat is dit? Dit is een rare? Ja, dit is een rare. Super nice. Nee, dat zou moeten kunnen. Onder de grond zou ik letterlijk pads moeten kunnen vinden en wapens. En deze wapens, voor de eventuele ouders die meeluisteren over de schouder van een kind, zijn niet bedoeld om gewelddadige dingen mee te doen. Maar die heb je nodig om jezelf mee te kunnen verdedigen wanneer je de grot ingaat. Er is namelijk een zogenaamde grot. En die moeten wij niet unlocken. Die kunnen wij letterlijk gewoon betreden. Maar daarvoor moeten wij dus eerst een wapentje hebben. Gevonden, gekregen, whatsoever. Zoals jullie kunnen zien, jongens, het gaat hartstikke lekker. We hebben alleen wel echt even een grotere backpack nodig. Want dat is namelijk momenteel wel ons grootste struikelblok. Dat wij zo'n beetje niet meer alles met ons mee kunnen nemen. We hebben hier nog een epic gevonden. Super nice. Nee, ik heb er zoveel zin in om de nieuwe area's te unlocken, jongens. Deze area heb ik eigenlijk per ongeluk unlocked. Want de vorige aflevering wou ik namelijk op een gegeven moment wat muntjes kopen. Maar in plaats daarvan kocht ik per ongeluk super veel gems. En het is niet dat ik ze niet nodig had, maar het is in eerste instantie dus eigenlijk niet mijn intentie geweest om het te doen. Kijk, ik ga even de beacon hier weer neerzetten. Zoals jullie kunnen zien, ik kan mezelf nu elk moment, ieder gewenst moment, daar naartoe laten teleporteren. Ik heb koper gevonden en als het goed is, hebben wij... Ah, kijk, het is zo goed om te zien dat er op een gegeven moment... Oh, ah, we moeten de boel weer verkopen. Oké, okay, let's go. Nee, ik hoef de beacon niet te gebruiken. Sell. Hoeveel gaan we krijgen? 10.000? Oh, 16.000. Alrighty, dat is nice. Dat is heel nice. Eigenlijk zouden wij nu wel een kleine upgrade kunnen kopen. Of een mod. We zouden een mod kunnen kopen. Dat is zeg maar iets waardoor je dus sneller kunt gaan minen. Met deze zouden wij namelijk... Ah nee, laat maar. Nee. Dit zorgt ervoor dat de detector, mijn metaaldetector, 10% meer omvang heeft in zijn range. Dus in zijn bereik. Eigenlijk vind ik dat een beetje zonde van het geld. En is het voor mij eigenlijk van groter belang dat ik ervoor zorg een betere backpack te hebben? Ja, of een betere drill natuurlijk. Maar hoe duur is de volgende drill? 64.000. Hij is wel episch hoor, jongens. Ik zou hem op zich, ja, ik kan wel zeggen bijna kunnen kopen. Dat is overdreven. Maar ik heb wel al de helft van wat ik in totaal nodig heb om hem mee te kunnen kopen. En de backpack, hoe duur is die? De volgende. Ik heb de hele tijd jeuk aan mijn neus. Dat is een van de vervelendste dingen die je als YouTuber zijn kan overkomen. Jeuk aan je neus. Ah, 75.000. Oh, dat valt best mee. Wacht eens even. Ah, 120.000 kost de volgende backpack. 75.000, dat gaan we op zich wel redden hoor. Dat is niet echt heel erg lastig. Ah, joh, wat heb ik nou gedaan? Ik heb per ongeluk de beacon
weer gepakt. Dat had ik niet moeten doen, want nu kan ik mezelf namelijk niet meer makkelijk teleporteren naar de plek waar al die zeldzaamheden liggen. Is verder niet erg, we kunnen er gelukkig makkelijk naartoe gaan. Maar het ding is op dit moment nog wel, wij hebben echt even een wapentje nodig. Ik ben wel blij met de pets die ik heb, jongens. Oh gosh, ik heb gewoon de Golden Phoenix eigenlijk zo goed als gratis gekregen. Het is echt heel bizar. Waarschijnlijk is dat door iemand gegeven die hem al, ja, zelf een paar keer heeft of zo. Hij zou hem waarschijnlijk niet gegeven hebben als hij hem als enige, zeg maar, had in zijn groepje. Ik denk wel dat hij er meerdere al van had. Kunnen we hier eigenlijk ook dingen verzamelen? Ja, hier kunnen we ook gewoon minen. Kijk, hier kunnen we ook gewoon... Laat ik dan hier de beacon alvast even neerzetten. Hopsakeetje, nice. En hier kunnen we ook van alles meenemen. Al denk ik wel dat we... Ah, nee, wat heb ik nou gedaan? Oh, dat is super onhandig. Nee, joh, wat doe je? Ik moet natuurlijk terug naar de plek waar ik net was, want daar had ik er al een aantal staan. Zoals je kunt zien, al die strepen in de lucht, dat zijn dus eigenlijk plots. Dat zijn drills die alweer het een en ander met zich mee hebben verzameld. Dus daar moet ik nu even naartoe. Die moet ik verzamelen. En als ik dan net even iets meer coins heb, dan kan ik eindelijk een betere backpack kopen. Ik kan er serieus niet op wachten. Nice. Waarschijnlijk hebben we hierna al gelijk genoeg om dat te kunnen doen. Hopsakeetje. Deze verzamelen wij. Deze verzamelen wij. Hier hebben we er weer eentje gevonden. Deze verzamelen wij. En deze nemen wij ook even met ons mee. Alles is welkom in het groepje van Dutchuber en zijn oorzoekende oogjes. Mijn oogjes zijn alleen gefocust op oors. Ja, nee, serieus. Ik heb gewoon oors nodig. Dat is het allerbelangrijkste op dit moment. Kijk, hier hebben wij een advanced gevonden. Een unique is natuurlijk het beste om te vinden. Want dat is namelijk het allerzeldzaamste van allemaal. Eigenlijk wil ik wel even zo'n ding openen, hoor. Zo'n diamant. Ja, maar het is een zonde. We moeten echt even ons geld in de zak houden nu. Want wij hebben het namelijk zo meteen nodig voor de nieuwe backpack. Zodat we niet iedere keer om de 10 seconden terug moeten om de boel te verkopen. Maar ook even lekker in één rechte lijn kunnen minen. Ja, want nu moeten we dus alweer terug. Maar hebben wij wel genoeg om te upgraden. Want wat hadden we nou nodig? 75.000, right? Wij hadden... Ja... Yes, we hebben hem, jongens. In plaats van 100 kunnen we nu 250 meenemen. Dat is super nice. En zoals jullie kunnen zien, we zijn er direct alweer. Kijk, deze nemen we even mee. Dan pak ik sowieso de beacon er weer even bij, zodat ik hem op de plek kan neerzetten waar ik op dit moment het liefst mine. Dat is dus in het nieuwe gedeelte waar ik net ook was. En nu kunnen wij echt even lekker in één rechte lijn tja doorminen. Oh, trouwens, we kunnen onze pet ook evolueren, heb ik gezien. Evolve. Ah, dan moet je 5 keer dezelfde pet hebben. En dan kun je hem evolueren. Dus in feite, als ik deze crystals hier heel vaak zou openen totdat ik 5 van dezelfde beesten heb, dan ben ik op zich wel lekker goed bezig. Want dan kan ik ze dus evolueren tot een betere variant ervan. Dus dat is heel erg chill. Maar kijk dan, jongens. Nu kunnen we echt lekker minen. In één rechte lijn zoveel mogelijk ores met ons meenemen. Nee, ik vind het sowieso een van de leukste simulators op dit moment. Het is gewoon heel erg uitgebreid. Je kunt naar zoveel verschillende soorten... Yes, ik heb een unique gevonden. Unique is nog steeds het allerzeldzaamste wat ik kan vinden. Oeh, 14 obsidian. Obsidian heb ik geloof ik nog niet eerder gevonden, überhaupt. Dus dat is heel erg mooi meegenomen. Alleen zou ik het wel fijn vinden om iets te vinden waarmee ik sneller kan drillen. Ik denk dat ik daar sowieso... Dark Golem is level 3. Oh, nice. Mijn Dark Golem is volwassen aan het worden, jongens. Wat een mooi moment voor een... Roblox ouder zijnde. Kan ik mezelf een Roblox ouder noemen? I don't know. Nee, we zijn gewoon super goed bezig. Even kijken. Dit zijn we allemaal aan het meenemen. Deze twee met een straal erboven kunnen we alweer collecten. Hopsakeetje. Het is dus eigenlijk zo, je kunt elke keer 6 drills tegelijkertijd aan hebben staan. En op het moment dat jij 6 drills hebt aangezet, moet je dus wachten tot die drills klaar zijn met... drillen. Dat is wat drills doen. Dan kun je de boel verzamelen wat ze hebben meegenomen. Dan kun je weer 6 nieuwe neerzetten. Kijk, op deze manier kan ik gewoon lekker lang blijven doorgaan. Mijn backpack zit nu pas net iets over de helft vol. Terwijl normaal gezien had ik nu alweer lang terug moeten om alles te verkopen. Dus we zijn echt op de goede tour op dit moment. Kijk, dit is nog een rare. Ik moet elke keer wennen dat die bieren hier staat, jongens. Het lijkt legit op een nieuw soort iets waar ik kan minen. Maar dat is het dus niet. Het is eigenlijk een soort van teleporteerpad. Iets waar je naartoe kan teleporteren mocht je die... Unique Platinum! Jongens, ik heb Platinum gevonden. Dat is geloof ik best wel heel erg zeldzaam. Nice. Oké dan, daar ben ik oprecht heel erg blij mee. Hier heb ik nog niet zoveel gevonden, dus laat ik hier ook even langs lopen. En we hebben dus... Ah ja, we hadden 150.000 nodig om mee naar de maan te kunnen. Oh, jongens, ik kan niet wachten. Sowieso dat we daar waarschijnlijk een van die wapens gaan vinden die we uiteindelijk nodig hebben om mee de cave in te kunnen. Dus dit wordt fantastisch. Ik kan er niks anders over zeggen. Dit wordt gewoon freaking amazing. Nou, deze kan ik nog met mij meenemen en dan houdt het nu denk ik zo'n beetje al wel op. Max deze nog. Nee, ik moet de boel verkopen. Zo, hoeveel ga ik hierdoor krijgen? 10.000? Hoeveel? 25.000! Oh jongens, dan zijn wij binnen no time klaar hoor. Dan kunnen wij legit binnen no time naar de maan gaan. Ik kan niet wachten. Gaan we nog iets anders openen? We zouden nu op zich een aantal van deze kunnen openen. Als we nou 5 keer dezelfde krijgen uit deze, dan kunnen we wel evolueren. Ja, maar ja, dat zijn niet zulke hele goede pets. Dan kunnen we dat beter doen bij de betere pets. Nee, laten we nu gewoon weer...
Oh, ik heb mijn beacon per ongeluk weer meegenomen. Dat is niet zo handig. Nee, wacht eens even. Wij hebben natuurlijk meerdere plekken waar je pads kunt kopen. Want je kunt ze namelijk ook aan die kant kopen. Daar was er geloof ik ook eentje te koop. En als ik er daar nou heel veel van uit een kristal houd dat ik er 5 heb, 5 van dezelfde soort, dan kan ik ze wel laten evolueren. Want de Golden Phoenix, jongens, als die geëvolueerd zou kunnen worden, jongen, dat zou zo epic zijn. Want hoe duur is die? 2.500. En ik heb 35.000 diamanten in totaal. En er is geloof ik op dit moment geen andere area meer die ik kan openen met kristallen. Dus let's go, jongens. Op zoek naar de White Phoenix! De Blue Angel, dat is een rare, super chill. Dan gaan we door naar de volgende. Eigenlijk zou ik nu gewoon 5 keer de Blue Angel moeten krijgen. Het groene stekelvarkentje, super schattig. Ik zoek echt de Phoenix. De Silver Golem is ook nice. Ik wil gewoon de allerzeldzaamste hebben. En dat is de White Phoenix. Dan heb ik de Golden Phoenix en de White Phoenix. Ik heb 2 keer nu de Blue Angel. Dus als we die nog 3 keer kunnen krijgen, kan ik hem laten evolueren. De rode stekelvarken. Het rode stekelvark heb ik geloof ik ook al. Dus daar moeten we er nu nog 3 van. Nog 2 keer het engeltje en dan kunnen we hem evolueren. Let's go! Ik ben zo benieuwd of hij dan echt veel beter gaat zijn dan dat hij nu al is. Het groene stekelvarkentje heb ik geloof ik nog niet eerder gehad. Oeh, de Blue Dragon. Epic hoor, jongens en meisjes. Welk huisdier in Roblox die jullie tot nu toe hebben gezien, vinden jullie eigenlijk het meest episch van allemaal? Is er een bepaald soort Roblox pet die jij ooit ergens voorbij hebt zien komen waarvan jij denkt, wauw, als ik die in het echte leven zou hebben, zou ik dat zo epic vinden. Jongens, we kunnen denk ik evolueren op dit moment. Not sure, maar wij hebben... Hebben we er maar 2? Nee, toch? 4 hebben we er nu. Dan hebben we er nog maar 1 nodig, jongens. Oh, dan moeten we heel veel geluk hebben, want we kunnen er nog maar 2, 3 openen. Ah, nee, come on! Ik wil het blauwe engeltje hebben. Alsjeblieft, 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 alsjeblieft. Nee! Oh, dit is zo jammer, jongens. Dit is de allerlaatste die ik kan openen. Als hij hier niet in zit, heb ik een probleem. Ah, jammer! Ik had bijna kunnen evolueren. Er is wel iemand die met mij wilt ruilen, zag ik net. Ik weet alleen niet wie het was. Of kan ik gewoon een paar gems erbij kopen? Zal ik een paar gems erbij kopen? Dan kan ik er nu in ieder geval nog 1 openen. Alsjeblieft, alsjeblieft. Nee! Dit is zo jammer. Ja, we weten dus dat als we er de volgende keer nog eentje bij kunnen krijgen, kunnen we hem laten evolueren. Het is misschien wel handig als ik even ga kijken, want ik heb nu wel weer een aantal nieuwe pets erbij. Alleen deze zijn al een heel hoog level. De Dark Golem. Oef, die is zo episch, jongens. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn YouTube-kanaal, heel gratis. En de volgende keer gaan wij misschien wel naar de maan als we genoeg coins hebben. Like als ik daar achter de schermen druk mee bezig moet gaan. Het was je boy de Tuber en ik zeg adios.